Yo, ik ben Dennis, ik ben Denske en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag is weer wat Black Ops 3. En vandaag gaan we voor het eerst de Arena Game Mode spelen. Nou, mocht jullie totaal niet weten wat het is, dit is zeg maar de Competitive Game Mode in Black Ops 3. En ik heb het eerder zelf ook nog niet gespeeld, dus voor mij is het nog volledig nieuw. Ik ben nog level 1. Hier staat ook rank nummer 1, 2 sterren, wat het inhoudt, ik heb geen idee. Maar wij gaan dus voor het eerst spelen. Het is voor mij nieuw, dus verwacht er niet al te veel van. We gaan eerst een match zoeken, dus let's go. Ik kan dit nou nooit begrijpen. Ik heb iemand in mijn team zitten die online level 9 is en nou al beslist om de arena modus te gaan spelen. Waarom zou je dat doen? We moeten gaan bannen en protecten. Ik heb geen idee, het maakt me niet uit. Oh, dit is zo fucked up. Ik zal dit gedeelte waarschijnlijk skippen, want dit duurt heel erg lang, heb ik gehoord. Maar de Vesper is, hoe heet dat nou, geprotect volgens mij. Dus dat wordt een bende. Ik ben benieuwd wat er nog meer allemaal geprotect wordt. Oké. En teammate, jij lul. Ik word gewoon gekilled door mijn eigen teammates. Allies have captured our flag. Zoals jullie net konden zien in die match hiervoor, werd ik continu getierkeerd terwijl we 3 tegen 4 speelden. En ik kan daar niet tegen. Vooral niet als het gewoon bewust is. Het was niet per ongeluk, die mensen zaten mij constant gewoon te TK'en. Dus ik ben geliefd. Ik heb daar vervolgens ook nog probation voor gekregen. Dan moet je 5 minuten wachten tot je weer mag spelen. Maar nee, dat is gewoon, dat is fucked up. Dus dit is een nieuw match, dit is Search and Destroy. Dat is irritant. Dead Silence is geband door deze mensen. Waardoor ik nou heel erg voorzichtig moet lopen. Want anders horen ze mij, dus dat is fucking irritant. Ik speel altijd met Dead Silence, dus dit is voor mij wel even iets nieuws. Wauw, dat was close. Oké. Ik wist dat er iemand aan kon komen. Ja, ik wist niet, maar ik had vermoeden. Het fijne is, ik heb nou dus geen Dead Silence, maar zij ook niet. Dus dat is één voordeel. Ik moet met mijn teammate mee. Kom, teammate! We gaan hier naartoe. Snel! We zijn met z'n tweeën. Ah, we zijn met z'n drieën. Teammate ging dood. De andere. Oké, dat was niet slim. Dankjewel. Dankjewel. Ik schoot scheef als waar. Ik ben geen assault rifle speler. Ik ben een subby speler. Dus dit is voor mij ook even een beetje vaag. Nou, hij moet even met mij meekomen. Want met z'n tweeën ben je altijd sterker dan alleen. En ik weet niet waar... zag ik hem daar beneden of niet? Ik weet niet zeker. Ik dacht dat ik hem zag. Got the bomb. Ik wacht heel eventjes. Teammate, zeg alsjeblieft niet dat ik vanuit de raam gekild word, want dan zijn we fucked. We moeten die bom planten en nu en nu. Oké, mooi, dat is gebeurd. Ik hoor. Let's go, dat is 1. Nog 1 iemand over. Ik ben echt zo slecht. Ik weet niet waarom ik niet kan schieten met zo'n wapen. We hebben in ieder geval 3 kills. Dat is een belangrijke eerste ronde. Ik vind het gewoon eng om Search and Destroy te spelen. Ik weet niet, maar ik ben gewoon bang om te falen. En dat moet je juist niet hebben. En dat is wel gek, want ik heb vroeger heel veel Search and Destroy gespeeld. Call of Duty 4 altijd, Call of Duty 5 altijd. En Modern Warfare 2 is superveel. Echt bijna alle Call of Duty's heb ik heel veel Search and Destroy gespeeld. Ik upload het nooit heel veel, omdat het niet zo interessant is. Maar ik weet niet wat het is, maar ik ben nou gewoon bang om acties te maken. Maar het is Search and Destroy, dus... Het zit wel iets meer een tactiek achter dan gewoon hersenloos rondrennen. En dat moet je natuurlijk wel onthouden. En ik denk dat ik eens een keer ga proberen om hier doorheen te rushen. Gewoon gelijk hier door de raampje en dan hier in de zij te komen van de enemies. Misschien werkt dat wel. Ik hoop alleen niet dat je gesniped wordt ook van die kant. Oh, iemand spawn. Nice! Nice! Oh! Hoppakee! Lekker teamwork! 2-0! Dit gaat trouwens tot 6 rondes. Dus het is niet zo dat het bij 4-0 afgelopen is. Volgens mij is dat bij standaard Search and Destroy wel bij 4-0 afgelopen, maar dit is niet. En wat ik trouwens vreemd vind is dat de M8 was dit keer niet geband. En daarom heb ik hem nou ook. Normaal gezien is het ding altijd geband. En het is helemaal niet dat ik hem zo heel fijn vind, maar ik bedoel...
Heel veel mensen vinden hem goed, dus hij zal wel goed zijn, snap je? En ik denk dat we heel eventjes gaan wachten. Misschien is het gewoon een idee om hun eens eventjes op te wachten. En dan gewoon daar een Arctic D naar binnen te duwen. Ik ga dat nou gewoon doen. Hopelijk ga ik hier niet dood. Ik weet bijna zeker dat hier iemand gaat komen, dat weet ik vrijwel zeker. Yes. No! Ik dacht dat hij mij niet kon zien vanuit die hoek. Oké, er zit dus inderdaad een enemy. Was te verwachten. Dat is zo fijn, dan krijg je altijd wel extra intel waar de enemies zitten. Daarboven zit er ook één. En hij springt naar beneden, dus dat is ook fijn om te weten. Er zit nog één. En die sprong niet naar beneden. Oh man. Weet je wat ik doe? Als ik deze heb, hè, dan verdien ik een hoofdprijs. Oh, die enemy. Oh, nee, ik heb een sustroy. Of een sustroy, een C4 opgeblazen. Ik had even een kill had gemaakt. Kom dan. Kom bij het baasje. Oh, nee, je bent niet dood. Ik denk dat ik hem dood had. We're in the last second. Bring it home. Yes. Nog eentje over, die zit hier achter. Nice work, Black Ops. Wat? Er stond een enemy naast mij. Die teammate heeft mij zo gered. Even, dit wil ik zien. Dit moet ik zien. Teammate, je bent een held. Je bent een fucking held. Ik hoorde die enemy springen. Oh, die wist niet eens wat ik er was. Oké. Ik denk die enemy komt recht op mij af. Ik vond het al gek dat ik niet raakgeschoten was. Nice. We staan 7-0. 7-0. We gaan clutch. We spelen tegen een clan. Een clan. Leuk, man. We hebben 2 streaks. Ik ga heel even, weet je wat, ik bewaar streaks. Het is nergens voor nodig om nou ons momentum eruit te halen. Door streaks te gaan pakken. En wat ik verwacht is dat ze echt een keertje hier komen. Of zij verwachten precies hetzelfde van mij. Er zit niemand daar. En, wat? Er zitten al enemies daar. Oh shit, oh shit. Dat had hij volgens mij ook niet verwacht. Dat had hij ook niet verwacht dat ik om zou draaien. Hij had een sniper in zijn hand. Hij dacht heel even de tijd nemen om lekker te snipen. Nee, nee. Timo, jij gaat daar. Dan ga ik hier snel boven. Zo irritant dat al die enemies je kunnen horen. Ik vertrouw dit niet. Teammate is dood hier. Daar lag de enemy. Was er nog maar 1 over? Ik moet vaker kijken hoeveel er nog over zijn. Ik denk telkens dat er gewoon nog een heel team over is. En dan is er maar eentje. Oh mijn god. Ik dacht dat dat like was voor mijn teammate daar. Daarom schoot ik niet direct. Huh? Oh shit, dat is de enemy. Oké, 8-0. Not bad, not bad. Switching operation. Die had ik niet verwacht. Misschien heb ik toch nog een beetje search and destroy skill in mij zitten. Wat nog ergens verstopt zit. Ik had ook een overkill clause aangemaakt, maar dat had ik net eigenlijk op het laatste moment nog even gedaan. Dus ik weet niet of dat een goede clause is. Hier even liggen. Oh, wat? Jezus! Ja, je kan wel een Arctic D gebruiken, maar ik niet dit ding. Fuck. Oké. Even kijken. Als het goed is kun je hier met L1 ook mee schieten. R1. Oké. Okay. No! Oh, ik heb hem wel! Ah. Ik drukte alle knoppen in. Ik weet niet hoe je dat ding kan opblazen. Ik drukte gewoon alles in wat ik kon vinden. L1, R1, R2. Maar ik zag daar nog iemand springen. Aan die kant van de map. Zit er iemand achter ons? Oh, er is nog maar 1 over. En die is bij B. Yeah, hoppakee! 5-0! Gaan wij serieus teamkills maken en 0 deaths? Are you kidding me? Wow. Dit maakt het wel goed van die eerste match. Waarbij ik heel getierkeerd werd. Ik was echt serieus super chagrijnig. Ik heb expres ook gewoon heel even de game afgesloten. Ik moest 5 minuten wachten. Ik denk, ja, fuck it. Ik zet heel de game af. Want ik was echt chagrijnig. En dit maakt het dan toch wel weer goed. Daar mag ik toch wel weer zeggen. Protect the objectives. Ik ga zo snel. Ik heb trouwens mijn pistol nog steeds niet. What the fuck? Hoeveel moet je daarvoor doen, man? Oké, daar moet ik nog steeds voor wachten. Er is 1 enemy met een... Met een sniper, een overkill sniper, dus daar vertrouw ik niet heel erg. Weet je wat we doen? Het is tijd voor dit ding. Oh ja, kom maar bij papa. Ah, nee! Precies achter de dak. Dat is zo lelijk, dat is echt zo lelijk. Er zit iemand bij het treinspoor. Teammate, ga niet dood. Ik kom je redden. Oh. Ah! Ik heb gewoon geen kill kunnen maken deze ronde. We hebben gewonnen. Met 6-0. Ik ben benieuwd of ik überhaupt nou ook level up ben ofzo. Of naar een ander niveau.
Zoals jullie nou kunnen zien, ben ik zojuist nog steeds rank 1. Alleen ik heb een extra sterretje gekregen. Dus dat is goed nieuws. En ik moet niet een nieuwe match zoeken. Fuck dat. Maar waarschijnlijk als je dan 2 sterren krijgt, dan ben je level 2, denk ik. Rank 2. Maar ik wil jullie voor allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat alsjeblieft een like achter. En laat in de comments achter of ik meer Arena moet spelen. Nou, deze video was misschien een speciaal beetje slow pace, omdat het natuurlijk Search and Destroy was. Maar we zullen waarschijnlijk ook wel zoiets Capture the Flag en al die andere game modes krijgen. Dus dat is wat meer, maar meer actie. Maar ik wil jullie dus allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En hopelijk tot de volgende keer weer. Houdoe.